Hey, Rob hier van DoItSelfklussen.nl en in deze video gaan we het hebben over zelf een deur van planken maken. Het wordt steeds populairder en steeds meer mensen willen een deur van planken maken en eigenlijk is het ook helemaal niet zo moeilijk om zo'n deur te maken. Laat ik eens beginnen bij het begin en dat zijn de voor- en de nadelen van het zelf maken van een houten deur. Um, het is ten eerste goedkoop, goedkoper in ieder geval als uh, een deur kopen omdat deze uh, bezorgd moet worden, manuren moeten hiervoor gemaakt, gemaakt worden, dus het is gewoon duurder als je een deur koopt. Um, daarnaast is zelf maken natuurlijk heel erg leuk. Uh, een deur is perfect op maat te maken. Dat is natuurlijk het grootste voordeel van zelf een deur maken. Het geeft ontzettend veel voldoening als het eenmaal een deur hangt die je zelf gemaakt hebt. Dat is echt super tof. Uh, er moet natuurlijk wel een goede deur zijn. Maar uh, met deze video weet ik zeker dat het gaat lukken. Ja, en je bepaalt de kwaliteit van de deur volledig zelf. Nou, nadelen. Het kost meer tijd dan een deur kopen, natuurlijk. Maar dat weet je als je gaat klussen. Um, je hebt de juiste bouwtekeningen nodig. Dus of zelf maken of ergens aanschaffen. En je hebt de juiste gereedschappen nodig. Nou, dat is voor de meesten geen probleem. Maar sommige mensen die hebben geen gereedschap. Dus die zullen gereedschap moeten kopen of deze moeten lenen van iemand. De voor- en de nadelen van het kopen, want de deur die je hier ziet, dat is een deur die je kan kopen. Ziet er op zich ook prima uit, maar geeft natuurlijk veel minder voldoening. Dan gaat je klushard niet zo heel snel van kloppen. Voordelen: een deur kopen is snel en gemakkelijk. Je hebt weinig gereedschap nodig, bijna niks eigenlijk alleen voor het inhangen of ophangen van de deur. Een nadeel is dat een deur uh, koop je behoorlijk wat geld kost, vaak honderden euro's. En zo'n deur als je hier ziet, die zit wel over de 500 euro heen. Geen invloed op de kwaliteit verder van de deur, het materiaal. Als je die deur wil hebben, dan kan je hem kopen, maar je hebt verder natuurlijk geen invloed erop. Uh, en vaak zijn het alleen maar standaardmaten. En wil je een deur op maat gemaakt hebben, dan betaal je echt een godsvermogen. Dus dan kan je natuurlijk beter zelf gaan doen. Nou, wat gaat het me kosten? Die vraag krijg ik ook vaak, en dat ligt echt volledig aan het project. Kijk, als jij nou een volledige schuurdeur wil maken voor een, een grote stal of iets dergelijks, ben je natuurlijk meer geld kwijt, dan dat je gewoon een deurtje voor in huis of een deurtje voor je een kleine schuurtje wil gaan maken. Verder ligt het natuurlijk aan het materiaal. Je hebt hele dure materialen, je hebt ook hele goedkope materialen. Pas wel op met goedkope materialen, zeker voor buiten. Je wilt natuurlijk goed spul hebben en je wil dat je... Deur ook duurzaam is, dat die lang meegaat, dus je kan beter wat meer geld investeren en dan kwalitatief betere deur maken dan dat je een deur maakt die over een paar jaar alweer aan vervanging toe is. En het ligt natuurlijk aan de grootte, zoals het voorbeeld dat ik net gaf met de stal en bijvoorbeeld gewoon een deurtje voor in huis. Tientjes werk, dat kan prima, voor een paar tientjes kan je al een soortje hout kopen waar je goed mee kan gaan bouwen. Uh, honderden euro's kun je ook hele mooie deuren van bouwen en ook duizenden euro's. Het is echt, je kan het zo gek maken als je zelf maar wilt. Nou, is het moeilijk om een deur uh, uh, van planken zelf te maken? Uh, in mijn optiek, absoluut niet. Ja, misschien voor iemand met twee linkerhanden, maar dan nog ligt het aan het project. Want er zijn echt super makkelijke deuren te maken waarbij je vier rechte planken hebt. En een paar schuine planken om deze bij elkaar te houden. En dan heb je al een de deur in elkaar zitten. Dus het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Je kan het ook wederom weer zelf zo lastig maken als je uh, zelf wilt. Alleen uh, het afhangen van een deur is wat lastig. Um, ja, hier moet je gewoon voor zorgen dat je weet hoe je scharnieren moet plaatsen. Um, hoe je die erin moet zetten. En hoe je een deur ook gewoon waterpas en goed in een kozijn krijgt. Dus dat is misschien wel wat lastig. Maar daar kun je ook iemand van inhuren. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Dat is misschien een uurtje werk. Uh, en een uurtje hoeft ook niet veel geld te kosten. Goed, het volledige stappenplan. Um, stap 1 is het bepalen van de afmetingen van de deur. Allereerst heb je nodig een meetlint, een stuk papier en een potlood. En doe dit nou alsjeblieft. Want ik heb zo vaak dat ik denk. Uh, ik onthoud die maten wel precies. En vervolgens ga ik ermee uh, werken en dan denk ik. Ben ik het weer vergeten? Dus dan moet ik het weer opnieuw gaan opmeten, en soms heb ik het daarna nog een keer omdat ik dan weer denk: Nu weet ik het echt. Dus schrijf het gewoon op, dan bespaar je jezelf een hoop tijd mee. Moet de deur in een de kozijn passen? Is het is natuurlijk belangrijk om te weten of je een deur maakt dat in een kozijn gehangen moet worden. Uh, of dat je bijvoorbeeld een schuifdeur moet ophangen, dus die komt er gewoon overheen. In dat geval wil je het wat ruimer nemen, zodat het geluid van de andere ruimte niet zomaar er doorheen komt en dat je er ook niet bijvoorbeeld doorheen kan kijken of dat het gaat tochten. Dus dit zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden als je gaat meten en maak ook echt een schetsje en zet gewoon de lengte, de breedte, zet die er allebei op, zodat je exact weet um, ja hoe lang en hoe uh, breed de deur moet gaan zijn. Um, Daarnaast natuurlijk um, moet je boven meten, midden meten en beneden meten. En heel veel klussers vergeten dit, want waarom moet je dit nu doen? Uh, het is heel simpel, sommige huizen zijn scheef, sommige kozijnen staan scheef. En als je dan maar uitgaat van één maat, dan zal je 100% zien dat straks je deur niet gaat passen. Dit heb ik ook meerdere malen gehad in de praktijk en dan bouw je natuurlijk enorm. Want dan kun je weer terug en dan ben je weer terug bij af. En goed om te weten is, als je eenmaal hebt ingemeten, haal 1 centimeter van de breedte af. Dus dat is een half centimeter links, half centimeter rechts. Maar dan kun je dus gewoon aan één kant eraf halen, uh, zodat de deur er mooi invalt. En anderhalf uh, centimeter van de hoogte. Dus dat is uh, 7,5 boven en 7,5 onder. De millimeters praat ik dan uh, natuurlijk over. En houd verder rekening met extra toevoegingen. Bijvoorbeeld uh, als je een deur gaat hangen. Waar nog geen dorpel ligt, terwijl er wel een dorpel komt, hou dan rekening mee dat de deur wat korter moet zodat hij uh, netjes over de dorpel heen valt. Stap 2: Bepaal wat voor soort deur je wil gaan maken. Je hebt bijvoorbeeld een paneeldeur, die ziet er zo uit. Die werd vroeger heel vaak gebruikt en je ziet dat die steeds meer uh, weer in wordt, in nieuwe gebruikt wordt. Paneeldeuren zijn hartstikke mooi, zijn gladde deuren. Uh, dus ja, echt stoer zijn ze niet, maar voor uh, sommige interieuren past dit heel erg goed. Je hebt schuifdeuren die je kan maken. Uh, die zien er dus zo uit. En ja, ben ik zelf wel een. een um een fan van om zo maar te zeggen, want het ziet er gewoon heel erg mooi uit. En ook dit is iets van vroeger, natuurlijk in stallen herken je dit. Maar in bijvoorbeeld een landelijk design, binnen zie je deze deuren steeds vaker terugkomen in het zwart of in houtkleur, gewoon. En dit is natuurlijk een hele makkelijke deur om te maken. Daarnaast ook om op te hangen, want je hoeft hem alleen maar te bevestigen aan de beugels. En die kun je op de rails zetten, en vervolgens hangt je deur. Dus dat is werkelijk natuurlijk ideaal. Je hebt ook nog een schuurdeur, daarvan wil je natuurlijk wel hebben dat die. Uh, dat hij hard en stevig is. Kun je natuurlijk voor kiezen om een raam erin te doen. Maar uh, dan moet je bedenken: wil je dat, men, uh, dat inbrekers of mensen die voorbij komen? Of te kunnen zien dat mijn racefiets hierin staat, of dat mijn uh, scooter erin staat, of mijn dure elektrische fiets, of noem maar wat op. Of wil je gewoon lekker een dichte schuur waarin niemand verder kan kijken? Dan zit je natuurlijk weer met het nadeel als je geen licht hebt in je schuur dat je er niet in kan werken. Dus je moet even de voor- en nadelen tegen elkaar uh, afstrepen en dan kijken wat voor deur je wil hebben als je een schuurdeur gaat maken. Garagedeur kan natuurlijk ook, er bestaat altijd uit twee deuren, die klappen open. Uh, normaal zie je dat die natuurlijk naar boven open gaan bij garagedeuren. Maar als je hem zelf maakt, dan heb je heel vaak twee openslaande deuren. Een boerendeur is ook weer terug van weg geweest. Dit is een deur waarvan uh, de onderkant en de bovenkant los open en dicht kan. Dit is natuurlijk heel lekker voor in de zomer om te luchten. En ook dit zie je in nieuwbaarhuizen steeds meer terugkomen. Uh, persoonlijke favoriet. Ik vind het ideaal natuurlijk als het uh, zo heet is dat je een deurtje open kan zetten. zonder dat zomaar iedereen naar binnen kan wandelen. Goed, de volgende stap. Als je hebt bepaald wat voor deur je wil hebben, welke hout welk hout ga je hiervoor gebruiken. Heb je bijvoorbeeld een landelijke inrichting, dus stoer en best wel robuust, dan kun je kiezen voor stijgenhout, want dat is hout dat heel goed bij een landelijke inrichting past. Het is robuust, het ziet er stoer uit, het is stevig, dus dan is dat heel erg goed hout. Heb je misschien een strakke inrichting, eh, interieur ook verder, dan ja, heb, kun je eerder kiezen voor een glad houten deur en dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor zo'n paneeldeur, waarbij je dus eh, een deur maakt vanuit verschillende paneeltjes. Denk er goed over na, want ja, je moet hier de komende jaren als het goed is tegenaan kijken. En dan wil je wel dat je iets, uh, iets moois hebt hangen. Nou, stap 4: maak of koop de juiste bouwtekeningen. En dit is heel erg belangrijk. Je ziet heel veel mensen stuntelen en maar wat proberen. En uiteindelijk uh, besluiten ze alsnog om een bouwtekening te gaan zoeken. Dus doe dat gewoon gelijk goed. Um, als je handig bent, dan kan zelf maken prima natuurlijk. Dan maak je gewoon een goede schets, dat je de maten erop bereken je de maten van de planken, hoeveel planken je nodig hebt, de zaaglijst etc. Dan maak je dat zelf gewoon. Moet je wel wat ervaring hebben met het maken van bouwtekeningen, maar dat is natuurlijk prima te doen. Het is niet heel erg moeilijk met een uh, deur als deze. Anders kan ik je Freds bouwtekeningen echt aanraden. En veel mensen die mij al langere tijd volgen, die weten dat. Uh, ja, dat ik hier een fan van ben, ik gebruik dit met elke klus. Er staan meer dan 10.000 bouwtekeningen in het pakket en er komen er maandelijks nieuwe tekeningen bij. Voor elke klus kun je meerdere bouwtekeningen kiezen en vervolgens krijg je een materialenlijst, een zaaglijst, een gereedschappenlijst. En dan is het eigenlijk spulletjes verzamelen en dan zet je thuis gewoon een, je eigen bouwpakket als het ware in elkaar. Dit werkt heel erg tof en dat kan ik echt aanraden voor ja, elke klus die je maar kan bedenken. Link daarvan staat overigens in de beschrijving. Momenteel loopt er een kortingsactie, die heeft die vaker lopen. Dus als je, die, als je het pakket wil aanschaffen, wat ik zeker aan kan raden, check dan eventjes of die actie loopt. Dat merk je natuurlijk vanzelf op de website. Goed, als je dan je bouwtekening hebt gemaakt of hebt gekocht, dan verzamel je alle benodigde gereedschappen en materialen. Heb je bijvoorbeeld die tekeningen van Fred, dan krijg je deze lijst erbij. Kun je gewoon downloaden en dan kun je direct aan de slag gaan. Maar doe je het zelf, dan adviseer ik je om gewoon een grote lijst te gaan maken en eens goed te gaan brainstormen welke gereedschap heb je nodig, welke. Uh, pardon, welke. Uh, hoeveel plank heb je nodig? Uh, welke maat heb je die nodig? Schrijf dit allemaal op voor jezelf, zoals dit. Schroeven, kit misschien heb je ook wel nodig voor op de deur. Bedenk alles wat je uh, nodig kan hebben en verzamel het gewoon, want iedereen weet hoe vervelend het is om uh, terug te moeten naar de bouwmarkt als je midden in een klus zit. Stap 6. Zet de deur nu in elkaar. Je hebt eigenlijk met de vorige stappen, als je op hebt gelet, een soort bouwpakketje voor jezelf gemaakt, verzameld. Je zet het nu in elkaar. En het belangrijke is op een vlakke ondergrond, anders krijg je een scheve deur, de deur. En als je die dan gaat inhangen, dan merk je dat er iets niet klopt en dan ben je helemaal terug bij af. Dan is je klus eigenlijk gefouten. Dus zorg dat alles gewoon enorm recht is. En de laatste stap is bewerk de deur en hang hem af. Um, verven, bewerken, geef hem een beschermlaagje um, en afhangen, dat betekent uh, de deurkrik aanbrengen, eventueel een slot erin aanbrengen als dat nodig is uh, en het plaatsen van scharnieren is natuurlijk ook uh, belangrijk en dit is wel een van de lastigste klussen uh, die er zijn. Dus uh, ja, ga hier zelf mee aan de slag en uh, zo niet, lukt het niet, dan is het natuurlijk verstandig om iemand hiervoor in te huren. Nou, ik heb net al even het score laten vallen. Bespaar geld en bouw prachtige dingen. Freds bouwtekeningen is echt, echt, een aanrader. Meer dan 10.000 bouwtekeningen. Ik gebruik het echt voor elke klus tegenwoordig, van vogelhuisje tot het bouwen van een overkapping, een carport, een lounge set voor in je tuin. En nu dus in dit geval een houten deur. En het kan ook elke deur zijn, want de illustraties, die tekeningen die je net hebt gezien, uit in deze presentatie, in deze video. Die zijn allemaal ook uit dit bouwtekeningenpakket. Zijn voorbeelden. En daar krijg je dus alle bouwtekeningen bij. Dus dat werkt echt ideaal. En als medeklusser kan ik je dit van harte aanraden. Um, je krijgt dus een materialenlijst, zaaglijst, gereedschaplijst. Je kan eigenlijk direct aan de slag gaan. En de cursus wordt continu. Of nou ja, de cursus het pakket kan ik beter zeggen. Het is natuurlijk gewoon een pakket. Een bouwtekeningpakket. Wordt continu uh, nieuwe bouwtekeningen aan toegevoegd. Dus uh, en als je als lid zijn dan blijf je er ook altijd toegang tot houden. Het is nu tijdelijk voor een lagere prijs. Er loopt ook een timer op. Dus uh, ja maak gebruik van die actie als je deze video nog uh, op, op, op tijd ziet. Ik denk dat het een evergreen actie is. Dat die, uh, dat die actie dus regelmatig terugkomt. Dus check die website eens. Pak die korting mee als die korting er is. Het is natuurlijk altijd leuk meegenomen om een beetje geld te besparen. Maar ik kan dit absoluut bij aanraden. Um, mocht je overigens uh, hier nog een review van willen zien of lezen, ik heb ook een uitgebreide review hierover geschreven. Met mijn ervaringen. Ook een video over gemaakt. Dus kijk even op mijn kanaal. Op uh, doe het zelf klussen, Fred's Bouwtekeningen Review. Of ga eens naar mijn website. Ik zal de linkjes ervan in de beschrijving zetten. Ook naar Fred's Bouwtekeningen en de kortingsactie. Uh, je ziet de link ook al langere tijd hieronder in beeld staan. Dus die kun je mooi gebruiken om je uh, pakket aan te schaffen. Dat gezegd hebbende, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van de hele video. Vind ik heel erg tof en dat waardeer ik ook. Mocht je nou veel gehad hebben aan deze video, geef de video dan even een like en klik even op de abonneerknop. Want in de toekomst. Uh, in de nabije toekomst ga ik nog veel meer video's maken over hoe je bepaalde klussen aan moet gaan pakken. Ik denk dat het interessant is voor jou, dus klik even op die abonneerknop. En hopelijk zie ik je dan volgende week als abonnee weer terug in de nieuwe video. Doei!